Op de OK hebben wij vele kleine projectjes. Ik laat er even drie kort zien. De papierscheiding. Papier weegt en restafval waarvoor je moet betalen. En papier krijg je geld voor. We hebben het recyclen van de metalen laryngoscoopbladen. Die gooien we dus niet alleen maar weg, maar die worden gerecycled in verschillende metalen voor nieuwe onderdelen. En we hebben de klittenbanden, wat eigenlijk verpakkingsmateriaal is, wat naar de gipskamer gaat om braces te gebruiken. Een ander project waarmee wij bezig zijn, is het verminderen van materialen bij algehele anesthesie bij kinderen. Normaal gebruiken we per kind dit. En dat wordt voor elk kind opnieuw klaargemaakt. En door een nieuwe werkwijze en nieuwe procedures hoeven we nu wat hier ligt niet meer klaar te maken en te gebruiken. En dat betekent minder afval, minder gebruik van medicatie en dus ook minder logistieke bewegingen om al dat afval af te voeren. Ik denk mijn doorzettingsvermogen. Want veel mensen denken als je, hier kan ik toch niks aan doen of hier kan ik niks aan veranderen. Maar elk klein stapje is een stapje vooruit. En dat betekent uiteindelijk dat als je terugkijkt, dat je een hele weg hebt afgelegd. En dat kan iedereen doen op elke afdeling, niet alleen op de OK. Ik ben altijd heel begaan geweest met het milieu. Ik heb vanaf het moment dat de glasbakken inkwamen, heb ik al mijn glas gerecycled. Het blikkon apart heb ik gedaan en ik vond dat hier op de OK dat ook moest kunnen. En zo kan ik mijn frustratie over het vele afval dat wij hier zo genereren op de OK, ombuigen in werkplezier van hoe maak ik de wereld een beetje beter.